Goedenavond, dit is het TV Enschede nieuws van woensdag 3 augustus. Met vanavond nieuwe bewoners in de noodopvang aan de Getfertsingel en de hoofdoptredens van het introductieconcert zijn bekend. Maar eerst ander nieuws. Consternatie aan de CJ Snuifstraat gisteravond. Een arrestatieteam van de politie viel er een woning binnen. Een man met een vuurwapen had bedreigingen geuit. Er is ook een bewoner mishandeld. De verdachte man is aangehouden en afgevoerd naar het arrestantencomplex in Bonen. Omwonenden konden ruim een uur hun huis niet in. Een ongeluk gisteravond op de A35 bij de afslag Enschede West. Twee auto's botsten er op elkaar. Er vielen geen gewonden, wel liepen beide voertuigen flinke schade op. Ze zijn afgesleept door een bergingsbedrijf. En aan de Esmarkelaan vloog vannacht een auto in brand. Het geparkeerde voertuig bleek ter plaatse vlam te hebben gevat en is weggesleept. Er is op dit moment nog geen verdere informatie over bekend. Sinds maandag heeft de noodopvang aan de Getfertsingel er 48 nieuwe bewoners bij. De groep asielzoekers bestaat voornamelijk uit alleenstaande mannen. Ze zijn overgebracht vanuit een Amsterdamse noodopvang. Tegenover de komst van de nieuwe bewoners staat een vertrek van 14 andere asielzoekers. En daarmee komt het totale bewonersaantal van de noodopvang op 150. Op dit moment is er plek voor 200 mensen. Rond 15 augustus wordt de achterzijde van het pand opgeleverd. En dan komen er nog eens 300 plekken bij. Auto's die de hele dag in het centrum rondzwerven. De gemeente wil er vanaf. Na de zomervakantie wordt in de Stadsdeelcommissie Centrum gesproken over maatregelen. Nu kunnen automobilisten tot 11 uur 's ochtends het stadserf oprijden en vanaf dat moment dus ook de hele dag in de binnenstad blijven. Het winkelcentrum Zuid wordt momenteel verbouwd. En in plaats van tegen een saaie bouwschutting aan te kijken, zorgen kinderen uit de wijk ervoor dat deze schutting wordt opgefleurd met mooie tekeningen. En vandaag waren ze daar druk mee bezig. Ik ben gevraagd om met deze kinderen een schilderij te gaan maken. In het kader van de jeugdfifa. De 20 kinderen hebben zich opgegeven. Best wel veel eigenlijk voor deze drie doeken. Ik heb geschilderd met mijn vriendin en andere kinderen. Ik heb geschilderd. Ja, ik vond het wel mooi dat een paar mensen iets hebben geschilderd. En ik ook. Ja, we doen altijd elk jaar andere activiteiten eigenlijk. En dit jaar hebben wij gekozen om hier bij Zuid gewoon schilderijen te maken met de kinderen van FIFA. En dat het de bedoeling is dat niet iedereen een eigen dingetje gaat maken, maar dat we samen iets gaan maken. Handen omhoog. Ja, handen naar beneden. En dat die inspiratie uit de grond. Je maakt er een bouwtje van. Stop hem erin dan. De inspiratie uit de aarde en je haalt het uit de hemel of uit de lucht. En je stopt dat in je buik en dan kan je beginnen. Wat van wat we nu op de muur zien heb jij zelf geschilderd? Die robotje. Ik heb een paar vogels geschilderd en een blauwe hemel en hartjes. En heeft hij een naam bijvoorbeeld of een hobby? Hij danst. Een bezoeker van woongemeenschap De Wonne is vorige week met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een man van rond de 50. Een fles wijn lijkt de boosdoener. De man dronk als enige van de wijn en vertoonde daarna meteen verschijnselen van vergiftiging. Hij is ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis en is aan de beterende hand. De Wonne spreekt van een bizar incident. Er wordt niet aan opzet gedacht en daarom worden er ook geen maatregelen genomen. De politie doet nog wel onderzoek. Nielson en Causes zijn de hoofdoptredens tijdens het introductieconcert op de Oude Markt. Het concert voor nieuwe studenten van Saxion en de UT. Dat maakte de organisatie vandaag bekend op Enschede FM. Causes is een indie popband, bekend van de hit Teach Me How to Dance With You. Teach me how to dance with you. Teach me how to love. En Nielson werd bekend door de talentenjacht De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Hij scoorde hits met Beauty and the Brains en Sexy Als Ik Dans. Ik voel me sexy als ik dans. Het concert is op donderdag 25 augustus en andere optredens zijn er van Orange Skyline en The Brahms.
Voor het verhaal van de dag gaan we naar tweedehandswinkel mevrouw Brussen aan de Kottendijk. De winkel heeft een bijzondere collectie van spullen en wordt gerund door Alice Brussen. Welkom bij mevrouw Brussen aan de Kottendijk nummer 68 in Enschede. Dit is mijn winkel, tweedehands spulletjes. Spullen die geleefd hebben. Spullen die een herbestemming moeten hebben. Spulletjes met geschiedenis. Ik ben eigenlijk op zoek altijd naar bijzondere vondsten. En dat is wel eens moeilijk. Maar dat is wat ik wil, een winkel met bijzondere vondsten. 100.000 negatieven gemaakt door mijn opa en door mijn vader. Opa Brussen heeft alle foto's gemaakt in de tijd van Edo Bergsma, van de tijd dat het vliegveld geopend werd, het nieuwe stadhuis werd gebouwd. Al die negatieven heb ik nog, dat zijn glasplaten. Mijn vader was persfotograaf en journalist, werkte als freelancer voor alle kranten. In het totaal zijn het 100.000 negatieven. Deze foto, ik had die kalender gemaakt in 2000. En je was ook eigenlijk een beetje sociaal werker. Want iedereen belde op en dan vertelde ze: God, dat is mijn moeder die erop staat en die is overleden. En dan kreeg je dat hele verhaal waar ze aan overleden was. En dat is mijn broertje en dat is dit en dat is dat. Dus zo'n foto krijgt ook een verhaal. Dus ik ben heel druk geweest met al die mensen te woord te staan. En dan vonden ze de kalender te groot voor het bejaardentehuis. Dus dan bestelden ze een foto. Het zou natuurlijk mooi zijn als ik gewoon onafhankelijk kon blijven. Dat is wel mijn streven. En ik zit hier nu in de Kottendijk en het is best prijzig allemaal. Ik zou het liefst weer gewoon naar buiten willen. Ik zou het liefst een huisje buiten willen. Waar ik gewoon door kan gaan met mijn verkoop, maar dan op een erf. En dat zoek ik. Maar ja, dat is... Nou, denk ik, ik heb het nog niet gevonden. Maar dat is wel mijn streven. Ik zou heel graag weer naar buiten willen. En dan nog het weerbericht. Komende nacht koelt het iets af naar 17 graden. En vanaf morgen breekt de zon weer door. Het wordt 22 graden. Vanaf zondag wordt het weer zomers warm. Tot zover het TV Enschede nieuws van vandaag, woensdag 3 augustus. Nu het NOS nieuws in 60 seconden, gevolgd door de Vrije Republiek Twente. Deze zomer herhalen we het eerste seizoen van deze talkshow. In de aflevering van vanavond interviewt Jan Mededorp Mark Woesthuis, directeur van internetbedrijf Trim. Een fijne avond en heel graag tot morgen.